Aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, minister McAndrew, werd gevraagd hoe het zit met het jeugdbeleid en ook als het jeugdplatform bij het kabinet van de president en de jeugdraad een samenwerking hebben. We moeten niet vergeten dat het jeugdbeleid gefragmenteerd is. Je hebt aspecten bij de diverse ministeries. Gisteren hoorde ik nog een nieuwsuitzending over regionale ontwikkeling en sport. Jeugd en sport bij regionale ontwikkeling. Dus ROS heeft een gedeelte voor jeugdbeleid, sport. Onderwijs heeft een gedeelte voor jeugdbeleid, educatie. Justitie en politie heeft een gedeelte van jeugdbeleid. Namelijk jongeren die in aanraking zijn gekomen met de justitie. SOSAVO heeft een gedeelte voor jeugdbeleid. Jongeren die in ongunstige omstandigheden wonen. En wij hebben een stukje daarvan. Ons beleid is... Voor wat betreft jeugdbeleid is gericht op jongerenparticipaties. Dat doen we middels de Jeugdraad Suriname. Maar we focussen ook op die groepen die toch wel heel kwetsbaar zijn. Namelijk tienermoeders en drop-outs. En die proberen we dan te scholen of te begeleiden om weer naar school te gaan. In het geval van tienermoeders. En we proberen ook de nodige voorlichting te geven wat het betekent om een ouder te zijn en dat soort activiteiten. Dus het is gefragmenteerd, daarom zullen we volgende week 30 januari hebben we weer een coördinatiemeeting van ministers die aspecten van jeugdbeleid hebben in hun portfolio. We zullen weer bij elkaar komen om te bespreken wat we kunnen doen gezamenlijk, hoe we beter kunnen coördineren. Want er zijn toch een paar issues die we gezamenlijk zullen moeten aanpakken. Geweld onder jongeren is één, tienermoeders is één. Want 1 op de 4 geboorten tegenwoordig is een tienermoeder. Dat geeft aan dat er iets compleet mis is in de maatschappij. Er zijn nog andere issues die toch wel een gecoördineerde aanpak vergen. Dus we gaan 30 januari daarover praten. We gaan wijken in ontwikkeling gaan we meenemen, want zij zijn ook bezig in de wijken. Zij zien ook bepaalde zaken. We gaan ook UNICEF uitnodigen om aanwezig te zijn. Omdat dat toch wel een partner is die ons ondersteunt voor wat betreft het jeugdbeleid in Suriname. Wel, de Jeugdraad Suriname is een ander orgaan dan het jeugdplatform binnen het kabinet. De Jeugdraad heeft specifieke wettelijke bevoegdheden. Ze moeten gekend worden bij beleid van de overheid. Dat staat zo in het staatsbesluit. Ze zijn gerechtigd om de jongeren van Suriname te vertegenwoordigen in organen, gedurende meetings, etc. Dus als AWJ gaan wij ongestoord door met de verdere operationalisatie van de Jeugdraad Suriname. Ik ben blij om te zien dat een aantal jeugdraadsleden al zeer actief zijn. Bijvoorbeeld die van Sipalawini en Brokkepondo. Ze hebben een paar kleine projectjes uitgevoerd. Er is een jongerenfonds bij het Nationaal Jeugdinstituut waar jeugdraadsleden, maar ook de CARICOM-ambassadeurs, SDG-ambassadeurs, kleine projectjes kunnen indienen en in hun omgeving kunnen uitvoeren. Dus dat proberen we ook te stimuleren. En uiteraard, de opdracht is ook gegeven aan het Nationaal Jeugdinstituut om de consultaties die de jeugdraad moet houden in alle districten, om zo te weten wat er leeft onder de jongeren. Om het toch wel zo gauw als mogelijk na de begroting om dat op te starten. Want dat is heel belangrijk. We weten dat er een hoop issues leven bij de jongeren. Dus we moeten toch wel vernemen van de jeugdraad wat er precies speelt. We gaan kijken hoe we kunnen samenwerken met het platform dat is gevormd binnen het kabinet van de president. Er is op dit moment nog geen samenwerking. Ze wouden vorig jaar met me praten. Helaas was ik ziek op dat moment, dus ik kon niet. Maar ik zal ze binnenkort ontvangen. En als we kunnen samenwerken, zullen we zeker samenwerken. Want we zijn Suriname, er is één Suriname. En als we krachten kunnen bindelen, dan zullen we dat zeker doen.
Wij gaan niemand uitsluiten. Ik vind het niet raar dat er ook jeugdraadsleden, volgens mij is er maar één, dat die ook daarin zit. Als gevraagd is door de president om dat te doen, geen bezwaar. Niks in het staatsbesluit verbiedt haar om dat te doen. Het enige waar jeugdraadsleden niet aan mogen beginnen is actieve partijpolitiek. Want dat staat er uitdrukkelijk in. Ze mogen niet op fora spreken. Ze mogen zich niet verkiesbaar stellen en dergelijke dingen. Zaken, sorry. Maar voor de rest mogen ze alles doen.